Iedere dag hebben we te maken met vertraging. Wegen lopen vol, we kunnen geen parkeerplek vinden of missen onze aansluiting. Het is tijd om data slimmer in te zetten en zo onze infrastructuur beter te benutten. Alleen door de keten voor mobiliteit en reisinformatie slim en open te organiseren, kan er continue innovatie plaatsvinden in dienst van reizigers en samenleving. Vergelijk dit met de brandstofketen. Een automobilist kan niet rijden op een vat ruwe olie. Daarom regelen we de inwinning, verwerking en het transport van ruwe olie tot benzine aan de pomp. Om van de grondstof ruwe data waardevolle gepersonaliseerde informatie te maken, moet een soortgelijk proces doorlopen worden. Pas dan kunnen we echt innovatieve toepassingen aanbieden. Hiermee wordt elke reiziger, vervoerder en transporteur op maat bediend. Overheid en markt werken samen aan een goed werkende keten. Bij het bepalen van de spelregels en het speelveld is een belangrijke rol voor de overheid weggelegd. Door het beschikbaar en toegankelijk maken van bronnen en noodzakelijke infrastructuur, maar ook bij het waarborgen van de veiligheid en privacy. Verder is het belangrijk dat informatie actueel en dicht bij de bron wordt vastgelegd. Bijvoorbeeld via datalussen in het wegdek, vanuit apps en voertuigen. Goed gestandaardiseerd kan deze data eenvoudig gebruikt worden. Wanneer we data breed ontsluiten en slim combineren, ontstaan commercieel interessante toepassingen om efficiënter te reizen. Als we samen bouwen aan deze open keten, wordt reisinformatie op maat net zo gewoon als water uit de kraan. Het is de hoogste tijd om actuele data beter te benutten. Wat is jouw rol? Dit is een initiatief van Beter Benutten en PlannerStack.